politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Pim Bouwman, lijsttrekker VVD Altena. Bouwman is op dit moment wethouder in de gemeente Aalburg namens de partij Belangen Aalburgse Burgers, kortweg BAB. Met de gemeentelijke fusie in aantocht houdt die partij op te bestaan en heeft Bouwman zich aangesloten bij VVD Altena. Hij heeft aangegeven dat hij een VVD'er in hart en nieren is. De VVD is op dit moment vertegenwoordigd in de gemeenteraad in Aalburg en Woudrichem. De gemeenteraad van Werkendam kent al jaren geen VVD-fractie meer. Nou, we staan hier op de tol in Werkendam. Daar staan we omdat dat mooi aansluit bij twee punten uit het programma van de VVD. Dat is namelijk bereikbaarheid en veiligheid. Nou, bereikbaarheid de A27, die is in beeld achter mij. Die wordt binnenkort verbreed, eindelijk. Maar dan zijn we er nog niet, want we hebben ook nog een hoop lokale knelpunten te doen. We staan hier ook bij de Dijkgraaf de Dekkerweg, mooi voorbeeld. Ja, de A27 wordt verbreed, maar dat heeft weinig nut als je daarna de A27 afrijdt. En dan nog in de file kan aansluiten bij de Dijkgraaf de Dekkerweg. En dat is dus een voorbeeld van een lokaal knelpunt die we ook echt moeten aanpakken. Ander puntje wat hier speelt op de tol, dat is veiligheid. Daar hangen hier niet voor niks camera's. En veiligheid is een heel Altena een issue. En dan gaat het ons vooral om drugscriminaliteit. Dat moeten we echt aanpakken en daar moeten we zowel op preventief gebied als op handhaving echt meer werk van maken. En daarom staan we hier op de tol. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik van huis uit jurist ben. En als jurist zijnde dan los je puzzeltjes op. En dat vind ik leuk om te doen. Dus moeilijke vraagstukken en dan oplossingen erbij verzinnen. En de politiek doe je eigenlijk hetzelfde, alleen dan zijn het maatschappelijke vraagstukken. En dan verzin je er oplossingen bij die mensen baat van hebben. En dat vind ik erg leuk om te doen en dat lijkt me ook nog heel erg nuttig. Ja, ik denk dat de nieuwe gemeente Altena die biedt kansen en bedreigingen ten opzichte van de huidige drie gemeenten. De huidige drie gemeenten zijn klein en daardoor zijn ze ook wel compact en hebben ze korte lijnen. En het is een ons kent ons cultuur. En ik denk dat het een uitdaging is om die cultuur te houden in een grote gemeente. En de grote kans die zo'n grote gemeente biedt, is dat je wat moeilijkere thema's, zoals bijvoorbeeld drugscriminaliteit, maar ook economie en bereikbaarheid, wat beter en slagvaardiger kan oppakken. Dus dat zie ik wel als een grote kans. Nou, als ik niet in de politiek bezig zou zijn en ik zou mijn tijd anders moeten besteden, dan zou eigenlijk betekenen dat ik heel mijn leven anders ga inrichten. Want ik ben nou wethouder en dan ben ik gewoon van beroep. Dus ik ben eigenlijk vrijwel mijn hele tijd bezig met politiek. Dus als ik iets anders moet gaan doen, dan zou ik eigenlijk iets anders willen doen waar ik me ook net zo nuttig bij voel als dat ik me nu voel. Dus dan zou ik iets anders willen doen in de non-profit sector. Als we 100.000 euro zouden krijgen van de gemeente, dan zouden we daar iets mee willen doen waar de hele gemeente baat bij heeft. En dan denk ik toch aan thema's zoals bereikbaarheid, economie of drugscriminaliteit. En dan moet ik bekennen dat mij persoonlijk de drugscriminaliteit aanpakken het meest naar het hart gaat. En dan zou ik die 100.000 euro gebruiken voor preventiemaatregelen om te zorgen dat men überhaupt niet aan de drugs gaat. Maar ik moet ook bekennen dat die 100.000 euro dan maar een druppel zou zijn op de gloeiende plaat. Want ik denk dat we daar structureel aanzienlijk budget voor vrij moeten maken. Wat de inwoner van Altena van mij moet weten is dat de VVD die gelooft in de kracht van de inwoner. En die wil de inwoner zoveel mogelijk vrij laten, maar tegelijkertijd wel helpen om die vrijheid te benutten. Dus als de inwoner een plan heeft, dan moet de overheid helpen dat plan te verwezenlijken. En dat sluit goed bij mij aan, want ik ben pragmatisch en oplossingsgericht. Dus als er iemand bij mij komt, of ik nou wethouder ben of raadslid, ik probeer diegene te helpen en verder te helpen. En ik kijk niet naar de regels, maar naar het resultaat. En ik denk dat de inwoner daar heel veel baat bij kan hebben.